het pand waar vroeger de Amsterdamse krant Het Algemeen Handelsblad werd gemaakt. In 1970 fuseerde deze krant met de nieuwe Rotterdamse Courant. In een vlaag van verstandsverbijstering besloten de toenmalige eigenaren van NRC Handelsblad na de fusie in 1977 naar 010 naar Rotterdam te verhuizen. En de afgelopen jaren zat men daar nog steeds in een naargeestig pand in een deprimerende buitenwijk. Maar dit jaar kwam eindelijk aan die leidersweg een einde en keerde NRC Handelsblad terug naar Amsterdam in de verbouwde optiebeurs aan het Rokin. Op een boogschutafstand van het oude gebouw, zouden ze in Vlaanderen zeggen. De eigenaren hopen hiermee het ingeslapen dagblad een nieuw leven in te blazen en een glorieuze toekomst te bewerkstelligen. En dat kan haast niet anders hier in Amsterdam, zou je zeggen. Maar wie op een willekeurige zaterdagmiddag langsloopt, ziet een leeg en verlaten gebouw. Want journalisten, zo is het tegenwoordig, bij alle kranten, bij radio en tv, die werken liever niet in het weekend. En daarom zijn die maandagkranten altijd zo dun, beste kijkers. En het is maar dat u dat weet.